Ja, waar is nog ruimte? Waar is nog rust? Waar is het nog betaalbaar? Want echt, bedoel, het loopt echt uit de hand. Het woningaanbod daalt en de prijzen stijgen. Rond Amsterdam is het idioot. Almere is ook al veel duurder. Hier in Lelystad is het rustig. Plek zat, je kan die pionieren als een wilde. En kijk daar toch eens om je heen. Wat een ruimte en wat een rust. Rien en Marianne wonen aan de rand van een gloednieuwe wijk in aanbouw, De Warande, ten zuiden van Lelystad. Rien heeft 49 jaar in Amsterdam gewoond en bouwde met Marianne een kleine 20 jaar geleden hun eigen huis in Lelystad. Ruim 5 jaar geleden kregen ze de kans om met een groep duurzame waterwoningen te bouwen. Was het nou moeilijk of makkelijk om hier te pionieren? Het initiatief werd genomen door een van de buren die graag drijvend wilde wonen en kreeg de hele gemeenteraad in 1 keer mee. En later werd dat door de wethouder veranderd in een collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO. Maar daarvoor waren de juridische kaders er nog niet. En dat kostte dus enige tijd extra. Maar verder liep eigenlijk alles helemaal goed. Iedereen was voor en het werd met veel medewerking vanuit de gemeente gerealiseerd. Is het niet ook een beetje saai? Missen jullie niet de voorziening? Nou, wij zijn geen bruine kroegbezoekers. En er is een fantastisch theater, er zijn kleine theatertjes, het verenigingsleven floreert, we zitten zelf bij de muziek. Op die manier leer je ook meteen heel veel mensen kennen, dat is ook heel erg leuk. En woon je zo lekker vrij als je gaat pionieren, kan je ook makkelijk muziek maken. De buren in Amsterdam zien je aankomen met je lawaai. Dus jullie gaan wel uit in Lelystad? Zeker. Ja, absoluut. Ja. Veel naar theater, regelmatig uit eten. Jij gaat hier veel meer naar theater dan je ooit in Amsterdam hebt gedaan. Ja, absoluut. Dus, ja. Het is drijvend wonen, hè? Hoe bevalt dat nou? Heel goed. Het uitzicht hier is schitterend. Je woont eigenlijk in de natuur. Je leeft met alle weersomstandigheden, maar zit heel comfortabel in een super geïsoleerd huis. We genieten hier iedere dag. Het is net alsof je altijd op vakantie bent hier. Wat is jullie energierekening? Dat wil je niet weten. Over het afgelopen afrekening mei, €20,56 voor het hele jaar. Maar wij hebben dan ook heel goed geïsoleerd. We hebben zonnepanelen, we hebben een warmtepomp. Dus we hebben aan alles gedacht wat je maar kunt doen om energiezuinig te wonen. En ga je nog ooit weg hier? Dat denk ik niet meer. Ik zou niet weten waarom.